Inmiddels zijn de meeste reacties verwijderd van het internet, maar het inloophuis voor kankerpatiënten in Medemblik kreeg het flink te verduren op de sociale media. Terwijl het idee heel positief bedoeld is. Ik heb geschreven, mijn wens is dat mensen die kanker hebben innerlijke rust mogen krijgen. Het voelt voor veel mensen goed om op deze manier hun wens de lucht in te sturen. Het geeft extra kracht om het op die manier te doen. Het ging over 250 ballonnen met wensen. En die zouden we gaan oplaten, maar we werden bestookt door de milieulobby, laat ik het zo maar zeggen. We moesten het wel oppassen eigenlijk. En we waren ook bang dat het verstoord zou worden vanmiddag. En tegelijkertijd werden we ook getrakteerd op de meest afgrijzelijke beelden wat er met dieren kan gebeuren. Ja, daar staat het inloophuis niet voor. Het inloophuis staat voor steun aan patiënten en hun naasten. En in dit moment is eigenlijk een beetje verknald. Ook het kaartje van Nathaniel blijft in de boom hangen. Hij is nog geen twee en leidt aan een ernstige vorm van kanker. Vandaag moest hij met spoed naar het ziekenhuis. Nathaniel is er inderdaad nu niet. Die is vanmorgen vroeg met zijn ouders naar het AMC teruggegaan, omdat hij met spoed een nieuwe bloedtransfusie nodig had. Hij kan wel wat goede wensen gebruiken. Wat dat betreft een heleboel, ja. Dat die ballon symbolisch niet de lucht ingaat, dat maakt in principe niet zo gek veel uit. In principe zweven ze al. De wensen zijn al gedaan en daar gaat het eigenlijk om. De gedachte vanuit het hart, dat is het belangrijkste. Nou, al deze mensen die hebben we gezegd dat hun kaartje met een ballon de lucht in zou gaan. En dat gaat nu niet door. Erg jammer dat het op deze manier afgeblazen moet worden.